Hoi, superleuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten van november zien. Dit is het mandje. Het mandje is helaas niet super vol, want het waren eigenlijk meer producten die een beetje tegenvielen dan die ik echt fijn vond. Maar desondanks is het best wel een leuke collectie die ik graag met jullie wil doornemen. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten in dit mandje zitten en waarom ik deze fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de producten die swatchbaar zijn ook even swatchen, zodat je een beetje een idee hebt hoe een product is. Ik begin even met twee kwastjes. En dit zijn twee kwastjes van Echo Tools. En dit is een setje voor de wenkbrauwen. Ik kreeg deze voor mijn verjaardag en ik moet zeggen, hij bevalt echt heel goed. Je krijgt allereerst een schuin afgesneden kwastje. Dit noemen ze de angled liner. En ik heb er hier ook al eentje van. En die kun je dus ook gebruiken voor eyeliner, maar dus ook voor je wenkbrauw. En hij zit dus ook bij het wenkbrauw setje. En hiermee kun je gewoon heel nauwkeurig je wenkbrauwen inkleuren met een poeder bijvoorbeeld. Heel fijn kwastje. De haartjes voelen ook heel fijn aan. Dus echt top. Dan heb ik ook de spoelie en die vind ik echt daadwerkelijk heel fijn. Deze voelt heel zacht aan en ook heel fijn aan de wenkbrauwen. Ik vind hem zelfs nog zachter dan die van Real Techniques. Die vind ik ook heel fijn, maar deze is net iets groter en die van Real Techniques is wat kleiner. Dus echt wel een hele fijne combinatie die ik met heel veel liefde gebruik. Dus dit vind ik echt een heel fijn setje. Ik weet niet hoe het setje precies heet, want er is een aparte naam voor. Ik heb het doosje niet bij de hand, maar de naam zal ik even onder in beeld neerzetten. Zodat je even weet hoe het complete setje het heet. Mocht je er geïnteresseerd in zijn, dan kun je op die naam gaan zoeken. Ik kom net ook het doosje tegen van de kwastjes van Echo Tools. En het setje heet Brow Shaping Duo. Dus ze zitten in zo'n verpakking. Dus dan heb je de naam inmiddels al gekregen. Dan hoef ik die niet meer onder in beeld te zetten. Door naar een volgend product van Catrice. En dit is een Hydro Plumping Serum. En dat is deze. Die zit dus in een flesje. Ik ga deze niet swatchen, want die ga je niet kunnen zien. Want hij is gewoon transparant. Dit werkt dus met een pipetje. Dat zal ik je zo laten zien. Dit is een Hyaluronic ACID acid. En hij is heel verzorgend. Hij werkt dus met een pipetje, wat ik al zei. Je kunt hem... Het is een hele dikke substantie. Dus hij pakt niet heel makkelijk op. Maar zo ziet het er dan uit. Hij ruikt zo onwijs lekker. Het is een serum die je gewoon aanbrengt voordat je je make-up gaat doen. En mijn huid voelde heel zacht met dit serum. Ik gebruik niet heel vaak een serum, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Maar het is eigenlijk best wel heel erg goed. Ik vind het ook wel leuk dat Catrice nu ook wel wat verzorgingsproducten heeft toegevoegd aan het assortiment. Ja, dit serum is gewoon echt heel erg prettig. Even kijken of er verder nog iets op staat wat van belang is. Hij geeft ook verzorging. En dat vind ik altijd wel heel erg prettig. Als een serum ook verzorging geeft. Ik heb hem zelf aangebracht. Toen heb ik eventjes gewacht voordat ik mijn foundation eroverheen aanbracht. Maar mijn huid voelde gewoon heel erg verzorgd aan. Lekker zacht. Ja, ik vind het gewoon echt een top serum. Dus deze kan ik ook zeker aanraden. Je hebt natuurlijk heel veel serums. Maar ik moet wel zeggen dat ik dit een van de fijnste serums vind die ik heb. Dus daar was ik ook heel erg enthousiast over. Dan ga ik door met een mascara. En dit is de Bye Bye Panda Eyes Smudge Proof Volumizing and Defining Mascara van Essence. En dat is deze. Ik vind die verpakking al heel tof, want hij is gewoon zwart. En Essence heeft meerdere verpakkingen die er zo uitzien. En ik vind het wel tof dat ze echt gebruik maken van andere kleurencombinaties. Want deze is echt met oranje. Hele fijne mascara. Ik vind mijn wimpers er heel mooi uitzien met deze mascara. Je krijgt ook geen klontjes. Je wimpers gaan ook niet aan elkaar plakken. En dat vind ik heel fijn. Ik krijg wel een klein beetje volume met de mascara. Maar het is niet echt een wauw effect. Maar ja, ik vind hem wel gewoon heel fijn. Dus dat is dus de huls. Je zou hem ook heel makkelijk met warm water kunnen verwijderen. Nou, ik pak eigenlijk standaard een...
een micellair water. Dus dat heb ik niet getest. Maar ik denk dat dat toch altijd wel wat beter is. Dit is ook het borsteltje. En dit is ook een borsteltje waar ik heel erg van hou. Dit is geen plastic borsteltjes. Daar heb ik echt een hekel aan. Maar deze heeft echt wel wat meer haartjes. Je ziet ook dat de haartjes wat korter zijn. Dus ja, ik vind het een hele fijne mascara. En ja, ik vind het altijd wel een beetje moeilijk om bij de hele korte wimpertjes te komen. Die dicht tegen de oogrand aan liggen. Maar ja, ik ben wel heel tevreden over deze mascara. Dus die kan ik ook zeker aanraden. Dan heb ik een lipstick van MUA. En deze komt uit de Glow X collectie. Dit is een satin lipstick. Dat is deze in een mooie witte huls. Dit is de Hot Coral. En ik vind de gouden details heel mooi. En het leuke aan deze lipstick is dat hij gewoon hier een gedeelte heeft. Dit is dan gewoon de lipstick. Dus die ziet er zo uit. Ik zal hem gelijk even zwartje, zodat je een idee hebt wat de kleur is. Dat is dus deze, een beetje oranjeachtig. Maar het toffe aan deze lipstick is dat hij ook nog een onderkantje heeft. En die kun je opendraaien. Dan heb je hier gewoon nog een klein beetje lipstick die je dus met een kwastje kunt aanbrengen. Ik vind dat wel een heel leuk extraatje van MUA. Ik vind de kleur heel mooi. De lipstick blijft niet heel goed zitten met eten of drinken. Dus je zou moet hem wel de dag door wat meer aanbrengen. Maar hij doet verder ook geen beloftes. Er staat niet op dat hij long lasting is of wat dan ook. Dus daar irriteer ik me dan ook niet zo aan. Omdat er eigenlijk geen beloftes op staan. Maar ik vind het wel een leuk kleurtje. Ik zou hem misschien wel meer voor de zomer gebruiken. Maar ja, ik vind hem wel heel erg tof. Dan heb ik dit setje. En hier zitten uitwasbare wattenschijfjes in. Je hebt deze laatst in een Action Shop blog voorbij kunnen zien komen. En dit is dus ideaal. Hier zitten 10 wattenschijfjes in. En die kun je dus uitwassen. De laatste tijd maken uitwasbare wattenschijfjes best wel hun opwachting. En ik was er ook al een tijdje best wel benieuwd naar. En ik heb ze ook wel bij AliExpress zien staan. Maar dan had je er bijvoorbeeld bij eentje. En dan dacht ik, ja, wat moet ik met 1 wattenschijfje? Deze zijn dus van de Action. En de wattenschijfjes zijn best wel groot, zoals je kunt zien. Ze zijn heel zacht. Ze zijn van katoen. Ze zijn ook gewoon groen. En je kunt deze gewoon met lauw warm water warm maken. En dan je make-up verwijderen. Maar je kunt er ook micellair water op gebruiken. Ik heb het geprobeerd met warm water en dat werkt ook echt wel. Micellair water gaat ook heel goed. Je kunt ze wassen op volgens mij 60 graden. Even kijken hoor, dat stond hier op. Ja, ze kunnen op 60 graden. Dus dat is top. En je kunt ze wassen in dit netje. Als je ze gaat uitwassen, stop je ze in dit netje in de wasmachine. En dan kun je ze dus wassen. Nou, en dan heb je gewoon allemaal van deze reusachtige wattenschijfjes. Echt een hele fijne uitvinding vind ik dit. En deze kostte 2 euro bij de Action. En ja, dat vond ik gewoon een veel betere prijs. Maar ik moet wel zeggen dat ik het echt wel heel fijne producten vind. Omdat ik er nog geen ervaring mee had. De complete review staat op mijn blog. Die link staat in de beschrijving van mijn blog. Daar kun je dus eventueel de volledige review erover vinden. Maar ik kan je deze zeker aanraden. En ze zijn lekker low budget. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van MUA. En dat is dit oogschaduwpaletje. Deze heeft de naam 6 Shade Palette Bright Luster gekregen. En zoals je ziet zitten er best wel opvallende kleurtjes in. Het is een paletje wat je moet durven dragen. Het is verder niet heel bijzonder vormgegeven paletje. Het is gemaakt van kunststof met een ja, transparant gedeelte in de deksel. Maar dit zijn dus de kleurtjes. Ik zal er even een aantal gaan swatchen. Ik zal eerst even de swatch van mijn hand afhalen van die lipstick. Want anders gaat het een beetje door elkaar heen lopen. En dat is niet zo heel erg prettig. Ik moet zeggen dat je de kleuren wel een beetje moet opbouwen. Het is niet dat je bij één keer al gelijk heel veel pigment hebt. Dus dat is misschien iets waar je wel rekening mee moet houden. Ik pak nu gewoon even 3 kleurtjes uit het paletten. En dan zijn dit de kleurtjes. Zoals je ziet zitten er shimmer kleuren in en ook wel wat matte kleuren. Maar zoals ik zei, het is wel een paletje waar je mee moet kunnen werken. Als je bijvoorbeeld net met make-up begint, zou ik dit paletje denk ik niet zo snel aanraden. Want dan kun je best wel teleurgesteld worden. Omdat je hem echt gewoon
moet blijven opbouwen. En met blenden kan het weer zijn dat hij een beetje vervaagt. Maar dan moet je weer een beetje op je blendingskwastje doen. Maar ik vond het wel een heel verrassend paletje. Omdat ik eigenlijk dit soort kleurtjes nog niet in mijn stash had. Ik heb wel neonkleuren, maar dit is toch wat anders. Dit is meer pastel, vond ik zelf. Vooral dit rijtje. En ja, ik vond het wel een heel erg leuk paletje. Met op zich best wel leuke kleurtjes erin. Dus ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Ondanks dat het eventjes wennen is om hiermee te werken. Omdat hij niet gelijk het effect geeft wat sommige andere paletten geven. Dus dat is eventjes wennen. Dan ga ik door naar deze concealer. En dit is de Instant Anti-Age Eraser. Dit is een multi-age concealer. Een concealer die ik echt al heel erg lang wilde uitproberen. En eindelijk een keer toen hij in de aanbieding was, heb gekocht. Ik heb hem in de kleur 05 Cool Ivory. Dit is een vrij lichte kleur. Deze concealer staat bekend door zijn grote spons aan de bovenkant. Die spons ziet er natuurlijk niet meer uit, want ik heb hem al gebruikt. Je moet gaan draaien en dan komt er product uit. Kijk, als ik nu ga draaien, zie je dat er wat product vrijkomt. Ik heb hem nu even geswatcht en dit is de kleur. Hij heeft een hele lichte ondertoon. Voor mij is dat perfect. Je kunt hem heel erg makkelijk inblenden en hij werkt wallen ook heel erg fijn weg. Dus hij is gewoon heel erg dekkend. En je hebt hem echt in diverse kleuren. Dus eigenlijk voor elk huidstype zit er wel een kleurtje bij. Dus ja, dat vond ik wel echt top. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Deze zou ik ook zeker opnieuw kopen als die op zou zijn. Want dit is wel echt een hele fijne concealer waar ik ook heel blij mee ben dat ik die heb gekocht. Dan ga ik ook gelijk door naar het volgende product van Catrice. Want we zijn er alweer bijna doorheen. En dit is het Pro Slim Eyeshadow Palette in de Neon Earth variant. En dat is deze. Ik vind de verpakking heel tof vormgegeven. Het is een verpakking van karton. Maar je ziet wel hier de kleuren een beetje opgedrukt. Dus oogschaduwkleuren. En dat vind ik heel erg leuk. De naam is 010 Elements of Power. En die kleuren lopen aan de achterkant ook door. Het is echt heel tof gedaan. Ik vond het sowieso leuk. Want dit vind ik wel een heel verrassend palette van Catrice. Omdat Catrice eigenlijk normaal heel erg veel dezelfde paletten dan weer maakt in een andere uitvoering. Dus dit was ook compleet nieuw. Dus dat was al heel erg leuk. Ook het... Ik ga hem eventjes openvouwen. Dit is dan de binnenkant. Er zit ook een spiegel in. En dan dit zijn de kleuren. Wat ik ook heel leuk vind is dat de namen van de kleuren onder de oogschaduwkleuren gedrukt staan. Dus je weet gelijk wat je... Hoe een kleur heet, vind ik altijd zelf wel handig bij het maken van ooglooks. Bij het maken van reviews kun je dan ook de kleur vermelden. Het leuke aan dit palet is dat hij zowel shimmer kleuren heeft, hij heeft glitterkleuren, maar ook matte kleuren. Dus het is echt een heel veelzijdig palette. Ik ga even een paar kleuren voor je swatchen. Glitter. Nou, ik heb eventjes vier kleurtjes gepakt. Dit is de pigmentatie, dus die is echt onwijs goed. De pigmentatie van dit palet is geweldig. Ook het blenden gaat heel makkelijk. Je kunt best wel diverse ooglooks maken met het palet. Het zijn misschien weer wat gewaagdere kleurtjes, je moet het aandurven. Ik hou er zelf wel van, maar ik was heel erg verbaasd over de pigmentatie van de kleuren. Ik had het ergens gehoopt. Ik durf niet gelijk verwachtingen uit te spreken. Omdat je... Ja, dat is toch altijd even afwachten. Het enige wat ik misschien een beetje mis is een highlight kleurtje voor de... Deze kan op zich prima hoor. Maar ik had meer een iets glimmende kleurtje nog wel fijn gevonden voor de binnenste ooghoeken en het wenkbrauwbot. Maar echt een heel erg mooi palette. Die ik heel erg fijn vind. En ja... Nog heel veel graag gebruiken. Want ik vind hem echt geweldig. Dus dat is ook super leuk. Dan ga ik door met de laatste producten. En ik denk dat dit misschien wel een van mijn favorietste producten zijn van deze maand. Of van november.
En dit is de Friends collectie van Revolution. Ik heb hier 3 oogschaduwpalettes. En ik heb 3 lipglossjes. Nou, ik ga beginnen met de lipglossjes. We kennen denk ik allemaal wel Friends. Als ik aan Friends denk, hoor ik gelijk dat bekende deuntje in mijn hoofd. En Revolution die heeft dus nu een hele collectie daarmee gemaakt. Het is wel een limited editie, dus de producten vlogen ook echt de winkels uit. Ze hebben zelfs nog een tweede lijn uitgebracht en die ging ook vrij hard. Ze hebben eigenlijk hele verschillende producten met de namen van de personages uitgebracht. Ik heb de producten van Rachel, Monica en Pooh. En wat ik wel heel erg leuk vind, is ook de doppen. Zoals je kan zien, er staan ook echt Friends dingen op. Hier staat bijvoorbeeld op Central Furk. Ik kan het niet eens helemaal goed lezen. Het is een beetje donker, dus het is voor mij niet helemaal goed leesbaar. Maar zo ziet het er dus uit. Verder ook weinig informatie. Dat Friends logootje hier vind ik ook wel heel erg leuk. En het bijzondere aan deze lipglossjes is de grote applicator. Ik ga deze eventjes niet swatchen, want dit is gewoon een transparante. Die kent iedereen wel. Dat is niet zo heel erg boeiend. Bovenop trouwens staat ook nog een Air von Revolution. Dan heb ik hier de Monica variant. En die heeft gewoon kleine fotolijstjes bovenop staan. Dus super leuk. En ze ruiken ook super lekker. Ze hebben een hele aangename geur. Maar kijk eens naar deze applicator. Hij is heel groot, heel breed. Moet er ook gelijk aan ruiken. Ik weet niet wat ik heb, maar dit is echt... Het was in het begin even wennen, maar het werkt wel. Dit is de kleur van Monica. Heel mooi kleurtje. Ik vond het ook hele fijne lipgloss, want hij plakte niet. En daar hou ik wel van. Het was niet dat ik overal aan bleef plakken aan mijn glas of met eten of zo. En dat vond ik echt wel heel erg fijn, want dat vind ik altijd een nadeel van lipgloss. Maar dat deed deze totaal niet. En ze blijven ook nog echt wel heel goed zitten. Dus dat is deze variant. En dan heb ik nog de variant van Pooh. En Pooh die heeft allemaal krapjes op de bovenkant. Dus echt super tof gedaan. Deze zal ik ook even swatchen. Ja, ik probeer heel voorzichtig om het applicatortje eruit te trekken. Want hij neemt heel veel product op zoals je kan zien. Ik doe hem gelijk even terug en dan zal ik je de swatch laten zien. Anders heb ik overal lipgloss zitten en dat wil ik niet. Dit is dus Pooh. Heel mooi donker kleurtje. Ja, ik hou ervan, weet je. Je moet er wel van houden natuurlijk. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Hele fijne lipglossjes had ik niet verwacht. Want ik ben normaal niet heel snel tevreden over lipgloss. Maar deze vond ik echt geweldig. En dan heb ik nog de 3 oogschaduwpaletten. Ik zal ze stuk voor stuk met je even doornemen. Laten we beginnen met het oogschaduwpaletten van Monica. Ze zitten in een doosje. Dus op de voorkant staat al een glimp van de kleuren die erin zitten. Ook hierbij zie je weer dat het fotolijstje centraal staat. En er zit het paletje. Hij is verder gemaakt van stevig karton. Maar hij heeft wel helemaal de voorkant ook van het doosje. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ook weer hier de naam natuurlijk van Monica. Als je hem openvouwt, dan zijn dit de kleuren. Er zit een spiegeltje in. En hier staan ook weer de namen onder. Heel erg leuk. En er zitten weer matte kleuren in. Shimmer kleuren. En zelfs een glitterkleur. Heel erg tof. De kleuren zijn heel goed gepigmenteerd. Ik kan niet anders zeggen. Ik was echt heel erg enthousiast. Dit zijn ze. Ja, echt gewoon... Hele fijne paletten. Ik ben sowieso heel erg fan van het merk Revolution. Dus dat is sowieso gewoon echt een pluspunt. Maar deze collectie had wel echt mijn hart gestolen. Omdat ik die gewoon echt heel geweldig vond. Dus dat is die. Ik doe wel even het plaatje er weer voor. Heel erg leuk. Ik weet overigens niet of deze collectie nog te koop is. Misschien dat je nog wat kunt vinden op internet. Kruidvat heeft ook een stand met de collectie. Maar dat zal ook per winkel verschillen. Dus ja, echt heel erg leuk. Dan gaan we door met het paletten van Pooh. Hier staat een auto op.
Vind ik ook wel heel erg leuk. Al had ik wel weer de krapjes verwacht, maar die zie ik dus niet terug. Maar het zijn gewoon echt afbeeldingen vanuit Friends. En ja, heel erg leuk. Hetzelfde verhaal, ook weer dezelfde soort tinten. Alleen, of tinten, oogschaduw is ook weer matte shimmer en glitter. En dat zijn deze kleuren. Ik zal eerst even de swatch van het andere palet eraf halen. Anders kan je het natuurlijk niet zien. Ik zal ook even het glitterkleurtje voor je pakken. Want die vond ik ook wel heel bijzonder. Zoals je kunt zien zijn het echt wel hele andere en diverse paletten. Kijk, dat zijn deze kleuren. Ze zijn misschien wat lichter bij het swatchje. Maar met op de oogleden zijn ze gewoon echt heel goed. En je kunt kleuren heel erg opbouwen. En ik verloor eigenlijk totaal geen... geen pigment of zo. Vooral omdat ik gebruik sowieso wel meerdere laagjes. Dus ja, ook deze vind ik echt wel heel tof. Al zijn de kleuren wat zachter. Maar ook wel heel erg leuk. Dan gaan we door naar het laatste palet. En dat is het palet van Rachel. Ook weer super leuk vormgegeven. Ja, ik word er blij van. Ik kan niet anders zeggen. En dat zijn deze. Dat is deze voorkant. Ook leuk dat de palet roze is. En Rachel heeft dit soort kleurtjes. Als ik het plaatje eraf krijg. Heb eens. Kijk, dit soort kleurtjes. Ook eigenlijk weer matte shimmer en glitter. Super geweldig. We gaan ze natuurlijk ook weer swatchen. Ja, ik word hier gewoon heel gelukkig van. Ik weet niet. Ook schaduwpaletten en ik zijn gewoon een hele goede combinatie. Dus dit zijn deze kleurtjes ongeveer. Volledige swatches staan uiteraard op mijn blog met het complete artikel. Maar echt, ja, deze collectie vond ik echt heel erg leuk bedacht. En ja, ik heb sommige merken die komen met een collectie. Net als de Catrice toen met de Disney collectie kwam, die vond ik ook geweldig. En ook deze collectie vond ik echt fantastisch. Super leuke oogschaduwpaletten met super veel pigmentatie. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat... de Friends dingen terugkomen. Je ziet hier trouwens ook twee magneetjes. Daar sluit het palet mee. Dus je kunt hem gewoon zo dicht doen. En dan sluit hij. Ja, ik word hier gewoon heel erg blij van. Ja, mocht je nog benieuwd zijn naar deze collectie. Neem even een kijkje bij het kruidvat. Misschien hebben ze ze daar nog. Misschien dat je op internet nog even kunt kijken. Maar de kans is groot dat het al heel veel is uitverkocht. Omdat het echt wel een hele... opvallende collectie is die heel erg hard ging. En dan waren dit alweer mijn favoriete producten van november. Zoals ik al vertelde, het waren iets minder producten als wat ik normaal heb. Maar ja, dat is gewoon echt zo dat er gewoon in november best wel veel producten tegenvielen helaas. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd of jij een van deze producten al hebt geprobeerd en of jij mijn mening deelt of dat je een hele andere mening hebt. Misschien ben je naar aanleiding van deze video wel geïnteresseerd geworden in producten waarvan je denkt, nou, die wil ik eigenlijk wel gaan proberen. Ik vind het heel erg leuk als je het zou laten weten bij de comments, want ik vind het altijd heel erg leuk om te lezen of kijkers mijn mening delen of dat ze nog geïnteresseerd zijn in producten. Dus laat het dan zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop dat rondje met mijn gezicht drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Als je daar op de rode button klikt, ben je gratis geabonneerd en hoef je geen video meer te missen. Als je daarnaast even op het belletje klikt, krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Dat zou ik ook super leuk vinden. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!